Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go. Ja, het is D-Day voor Ajax. Vanavond speelt de club thuis in de Johan Cruijff Arena tegen Tottenham Hotspur. En de oud-Ajaxie Tim de Cler is hier. Hoe gaat het met de zenuwen, Tim? Ja, niet te houden meer, joh. Begin je te bruisen niet nu? Slapen vannacht. Nee, heel spannend. Ja, dat is zeker spannend. Ja, zeer spannend. Morgen gaat de nieuwe Nederlandse film Single 39 in première. Een feel-good film met Waldemar Torenstra en Lies Vissendijk in de hoofdrol. Een scenario van Eddy Terstal, regisseur, maar ook Ajax-fan. Jij gaat vanavond gewoon naar het stadion. Ja, maar het is ook wel een beetje net of ik naar de tandarts moet. Het is een vervelend gevoel. Ik stond vanochtend ook met een knoop in mijn maag. Ja, serieus, jongens? Ja. Je weet rationeel dat ze het moeten kunnen doen. Ze is een goede ploeg en ze hebben het al vaker gedaan. Maar gevoelsmatig, die kan zomaar een off-day komen. Zie je in Barcelona. Ja, nou, laten we gewoon eerst even naar het nieuws gaan van vandaag. Bij een steekincident in een GGZ-instelling in Maastricht zijn vanmorgen vroeg gewonden gevallen. Het gaat om een patiënt en enkele medewerkers van de instelling. Over de ernst van de verwondingen en het motief voor de steekpartij kan de politie op dit moment nog niet zeggen. En een andere steekpartij in Heerlen gisteravond. Daar is de politie op zoek naar getuigen. Een man en een vrouw kwamen om het leven in de Brunsumerheide in die plaats. De identiteit van het slachtoffer is bekend bij de politie, maar over de toedracht kan verder niets worden gezegd. Tijdens het uitlaten van zijn hond zag Rob Verwas een man liggen op zijn rug met een mes in zijn buik. Dan denk je van, ja, goh, was ik een kwartier eerder geweest, wat is het dan? Weet je, dan had ik misschien zelf ook als getuige denken dat ze dan niet accepteren en je dan ook neersteken of zo. Liverpool heeft zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg van Jurgen Klopp zorgde voor een ongekende stunt door de return tegen FC Barcelona in de halve finales met 4-0 te winnen. Invaller Georgino Wijnaldum was enorm belangrijk met 2 doelpunten. Ja, Tim, jij hebt samen met Wijnaldum bij Feyenoord gevoetbald, hè? Ja. Ben je trots op je oud-ploeggenoot? Tuurlijk. En een Nederlandse speler ben je altijd wat meer trots op dan anderen. Ja. Laat je hem dat dan ook weten? Nee. Maar zag je toen de potentie al van de jongen toen je met hem speelde? Ja, zeker. Ik heb toen al eens gezegd dat het een hele grote zou worden. Dus ik heb hem vaak gelijk. Je hebt zo'n goede voorspellende geest. Het is echt ongelooflijk. Hopelijk is het vandaag ook zo. Want na dagen billenknijpen is het vanavond om 9:00 eindelijk zover. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik zeg het en ik krijg weer pijn in mijn maag. In de Johan Cruijff Arena speelt Ajax de tweede halve finale tegen Tottenham Hotspur. De eerste ontmoeting in Londen werd met 1-0 gewonnen. En nu is het zaak om de historische finale plaats veilig te stellen. Gaat het Ajax lukken om voor het eerst sinds 1996 weer in de finale van de Champions League te komen? Ja, vorige week hadden we heel veel vertrouwen toen we het over de wedstrijd hadden tegen Juventus. De Spurs zagen we ook vol goede moed aan. Maar dan kreeg je gisteren zo'n wedstrijd van Barcelona. Die wordt uitgeschakeld door Liverpool, een andere Engelse club. Kreeg je dan toch een beetje vrees? Het zet je wel aan denken, ja. Als je ziet welke energie en power Liverpool gisteren voor de dag bracht. Ja, dat zou Tottenham ook kunnen natuurlijk. En dat hebben we vorige week al een beetje gezien. Ja. En daar moet Ajax natuurlijk een antwoord op hebben. Ja, nou is het natuurlijk dat je gisteren hebt gezien dat je die Engelse ploeg dus totaal niet moet onderschatten. Denk je nou ook nog dat Tottenham er nog moed uit zal putten dat gisteren Liverpool doorging? Ja, tuurlijk. Zij hebben de wedstrijd gezien. Zij gaan hetzelfde proberen te doen als wat Liverpool deed. En ja, dan... zeker als je de tweede helft meeneemt van vorige week. Daar denk ik dat Tottenham toch wel met een soort van alles of niets naar de arena toe gaat. En er wel vertrouwen in heeft. Ja. Ja. Nog even kijken hoe de ploeg van Erik ten Hag zelf toeleeft naar de wedstrijd van vanavond. Nou, we moeten die wedstrijd mogen winnen. En daar zullen we voor gaan. En daarbij richten we ons op onszelf, op ons eigen team, op onze eigen kracht. Hebben we respect voor de tegenstander. En natuurlijk, er zijn bedreigingen, die nemen we mee. Maar we zullen vooral van onszelf uitgaan. Je zegt dat je moet winnen, maar dat hoeft niet. Ja, jawel hoor. En zo zullen we het aannemen. Het is gewoon weer 0-0. En zo zullen we de wedstrijd beschouwen. Ja, je kunt eigenlijk wel zeggen dat dit Champions League seizoen misschien wel de boeken ingaat als meest krankzinnige ooit. Of is dat wat overdreven? Het is natuurlijk omdat Ajax zo ver komt. En dat is, als je kijkt naar de budgetten van alle Europese topcompetities, is dat natuurlijk uniek. En, zit er dus veel talent. Nou ja, bij Ajax valt alles natuurlijk goed dit seizoen. Met heel veel talent, aantal ervaren spelers terug. Veel jonge mannen. Alles klikt. Eddie, hoe heb jij deze laatste dagen beleefd als echte Ajax-fan? Nou ja, wel erg nerveus natuurlijk. Maar het is een beetje wat we net zeiden, is dat... Het zou hetzelfde zijn dat RKC
landskampioen wordt in Nederland. Ja. Gewoon als je de budgetten bekijkt. Eigenlijk hoort dit helemaal niet. En dat maakt het zo bijzonder, een soort David en Goliath verhaal. Het zou bepaald geen gekocht succes zijn. Maar het is ook de bravoure van Ajax, toch? Ik bedoel, laten we eerlijk zeggen, de durf. Je hebt een team waarbij alles klopt nu eigenlijk. Als je goed kijkt hoe Ten Hag dat heeft samengespeeld. Alles klopt eigenlijk gewoon. De jongens zijn top, ze zijn topfit allemaal. Ja. Een jong team. Ja. Waarom hebben we dit niet elk jaar? Ik denk dat hij iets in de toverdrank heeft gezeten. Maar het is, ze durven ook aan te vallen. Maar laatst ook een interview was er met Tadic en die... Ja, die is de hele dag zit hij op de toekomst, zit hij te kijken naar die jeugdspelers en dat hele systeem, dat vindt hij fascinerend. Maar hij zegt ook dat als De Ligt en De Jong, als die naar Juve of Real Madrid uit, dan denken ze gewoon dat ze gaan winnen. Ja. En ze denken de enige reden waarom ze wel eens niet zouden kunnen winnen, als zij niet perfect uitvoeren wat ze kunnen. Moet je ons eens even horen kletsen, want een tijdje geleden hadden we het nog als Ajax over Ajax als de underdog en nu zijn ze ineens favoriet en dan is het alleen maar Valhalla en geweldig. Favoriet, hè? Bij jou wel, inderdaad. Goed zo. Maar doet dat nog iets met ze, dat ze ineens zo van plek wisselen, zeg maar, qua aanzien? Ze zijn heel zelfverzekerd en dat is wel belangrijk. Maar doet het spelen met je? Sorry? Als speler, wat doet het als speler met je? Ze zit in een flow en dat geeft heel veel vertrouwen. En ze voelen zich eigenlijk wel een beetje onverslaanbaar. En dat zie je toch ook al hoe ze zich gedragen. Ik zie een filmscenario precies. We hebben ook even oud-trainer Martin Jol van zowel Ajax als Tottenham Hotspur gesproken. En hij heeft veel vertrouwen in de Amsterdammers. Het gekke was dat bij Ajax ook eigenlijk geen echte uitblinkers waren. Dus ja, ik zeg ook tegen mijn vrienden in Engeland. Wat denk je, als die echt goed gaan spelen, die Tadic en die Frenkie de Jong. En Ziyech vooral, want dat is natuurlijk de motor en dat weten ze nu ook daar. Dan staat je nog wat te wachten. Dus het is niet zo dat bij Spurs het idee leeft van nou, we gaan er even winnen. Ze zullen er toch behoorlijk onzeker door geworden zijn. En ja, zeker met een 1-0 voorsprong denk ik niet dat ze dat recht kunnen breien. Maar je weet het nooit. Ja, hij is positief over het feit dat Ajax de finale haalt. Als we dan de finale Liverpool tegenkomen, is dat een betere keuze geweest dan Barcelona voor ons? Nee, denk het niet. Ik denk dat die twee ontlopen elkaar niet veel. Dat hebben we gezien over twee wedstrijden. Maar ik denk dat Liverpool en Barcelona net even een tandje hoger zijn dan Tottenham. Dus, maar in één wedstrijd is natuurlijk alles mogelijk. Maar dat is lekker. Wat denk je zelf? Kunnen we daarvan winnen of niet? Als ik nu eerlijk ben, nee. Oké, dat wilde ik even horen inderdaad. Je bent altijd zo chill. Je bent de meest relaxed analyticus. Maar even eerlijk, je gaat toch ook uit je plaat als Ajax vandaag de finale halen? Ja, tuurlijk. Ik hoop ook dat Ajax de finale wint. Maar hoe vier je dat dan? Hoe zit jij op de bank? Zit je dan heel rustig dat er een geluidje uitkomt? Of zit er echt emotie en doe je een dansje door de kamer? Nou, als ze winnen heb ik niet zoveel emotie als ze verliezen meer. Dat ik denk van jeetje. Shit. Nou gezellig. Ja, maar als oud-Ajax heb je geen kaarten voor vanavond? Nee. Schandalig. Ik zit lekker op de bank. Okay. Schandalig. Nou, we gaan even lekker doorspeculeren. Want voormalig e-sporter van Ajax en nummer 1 van de wereld, Koen Weiland, die heeft voor ons weer de wedstrijd gespeeld met FIFA. Een verslaggever Jelle Akerboom, die staat naast Koen voor de Johan Cruijff Arena. Goedemorgen, Jelle. Wat is het geworden bij Koen? Ja, goedemorgen. Ja, we hebben een mooi plekje gescoord hier voor de Johan Cruijff Arena. En ik zal die vraag gelijk aan Koen stellen. Jij hebt Ajax Tottenham gespeeld op FIFA. Ja, wat is het geworden? Beetje realistisch uitslag? Nou, 4-3 is het geworden. Het is wel heel doelpuntrijk. Ik denk niet dat we zoveel doelpunten gaan zien vanavond. Maar ja, goed, nipt overwinning of gelijkspel zou voor Ajax al genoeg zijn natuurlijk. Als je verliest dan bij de zaak. Als Tottenham op 1-0 gaat komen, dan wordt het echt heel pittig. We gaan wel een andere wedstrijd zien dan in Londen sowieso. Ja, want we zien nu ook wat beelden van jouw FIFA-wedstrijd. Son scoorde onder andere. Vorige week was hij geschorst, nu is hij er weer bij. Is dat een gevaar voor Ajax? Ja, hij is een heel belangrijke speler voor Tottenham, sowieso. Het hele seizoen eigenlijk al in vorm. En eigenlijk iemand die altijd in de grote wedstrijden laat zien dat hij belangrijk is voor Spurs. En complete aanvaller, twee benen, razendsnel, sterk in de duels. Het is eigenlijk een beetje een type Ronaldo wat dat betreft, maar dan uit Zuid-Korea. En voor Spurs heel belangrijk dat hij er weer is, ja. Ja, oppassen dus voor die Son. Hey, in 2016 scoorde jij een contract bij Ajax als professioneel e-sporter. Je hebt er toen 2 jaar gezeten. Dat was ook een beetje de tijd dat Donny van de Beek, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jonge opkwamen zetten. Ja. En die spelen hier achter ons vanavond de wedstrijd van hun leven. Kunnen de Champions League finale gaan halen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik gun het ze allemaal van harte natuurlijk. Ze zijn allemaal hele goede gasten. En wat je zegt klopt. Ik heb ze toen eigenlijk een beetje meegemaakt toen ze net een beetje bij het eerste kwamen of net aan het doorbreken waren. Fantastisch om te zien dat ze het nu zo goed doen met z'n allen. Het zijn allemaal ook echt bepalende spelers geworden in het eerste elftal. Dat was toen natuurlijk nog maar een klein beetje de vraag. Maar heel mooi om te zien. En ja, ik ben er niet mee bezig dat ik ze dan heb meegemaakt daar of ze een beetje ken eigenlijk. Ik spreek ze ook niet veel, maar echt heel mooi om te zien. Ja, heel gaaf. Hey, vorige maand was je ook bij ons in de studio. Toen voorspelde je Juventus Ajax helemaal goed. Ja, verlos ons, wat gaat het vanavond worden? Ik hang aan je lippen. Ja, snap ik. Na Liverpool-Barça durf ik eigenlijk niks meer te voorspellen. Die zag ik echt niet aankomen, 4-0. Nee. Maar ik hou het dan op een gelijk spelletje vanavond. Ik denk dat we echt een ander Spurs gaan zien. Maar dat Ajax laat zich niet zomaar hier die finale plek ontnemen. Ik zeg 1-1. Oké, okay, nou ja, ik ga met je mee. Betekent dus dat Ajax doorgaat naar de finale. En dan Liverpool. Kunnen ze Liverpool aan? Dit Ajax kan denk ik iedereen aan. Ik denk dat ze mentaal nu ze voelen zich zo sterk. De beker is al binnen. Ze hebben alle grote ploegen gepakt dit jaar. Dus eerst Spurs maar even. Niet te vroeg over die finale praten, maar dan zijn ze echt niet kansloos tegen Liverpool, hoe sterk Liverpool ook is. Ja, we gaan het meemaken. In ieder geval vanavond een van de belangrijkste wedstrijden ooit in de Johan Cruijff Arena. We gaan het meemaken. Oh, lekker hè, dat speculeren. Dat speculeren, ja. Ik vind het, ja. Nou, gooi maar in. Wat wordt het? Ik heb net 1-1 gezegd, dus, maar ik hoop op een echte thriller. En dan met veel doelpunten, dus een mooie 3-3. Dat zou ook mooi zijn. Ja, dat is wel lekker. Dat we goed wakker blijven kijken, inderdaad. Ja. Zeker. Eddie? Nou, ik hoop dat in de rust 2-3-0 voor Ajax staat, het niet meer spannend is. Maar ik vrees, en mijn hoofd denkt trouwens, dat, weet je, ze hebben gewoon een hele goede ploeg. Dus ja. Dat zou ik zomaar kunnen hebben eerder gedaan. Maar ik vrees dat het heel erg spannend wordt. En ik durf niet te zeggen dat ze verliezen. Ik zeg 2-2. Ik blijf bij 3-1. Ik zeg 3-1 voor Ajax. Het gaat gewoon gebeuren vandaag. Zal ik wat roet in het eten gooien met een 1-2? Dat mag jij doen, schat. Ja? Maar ik gun het ze wel vandaag. Ja, het zou wel leuk zijn. Ik sta morgenochtend met wallen onder mijn ogen hier. Ja, want, ik ook. Jij ook. Ja. Ik ga die wedstrijd wel zien. En vanaf 6:30 vanavond gaat onze krant bij de Johan Cruijff Arena live voorbeschouwen. Manuel van der Bos en sportverslaggever Sjoerd Moussou en Daniel Daarswaard staan dan bij het stadion. Ook na de wedstrijd kunt u live meekijken via onze site en in de app. Vogeldeskundige Geert Sanders die geloofde eerst niet dat een bosuil wandelaars en fietsers terroriseert in de Brabantse Knechtsel. Maar daar kwam hij snel op terug. Toen ben ik zelf polshoogte genomen van was er aan de hand. En toen viel hij mij aan, dus het was dus wel serieus. Ja, ik had flinke krassen op mijn hoofd. En toen ben ik nadien nog even terug geweest om foto's te maken, natuurlijk met helm op. En toen viel hij nog twee keer aan. Ja, de ene meisje die ik dus gesproken heb, die is echt ook aangevallen s'avonds. En die fietst nu voort met een paraplu en met een hoedje op hier langs. Wauw. Ja. De uil van Minerva slaat weer toe. Zo is dat. Opleiding paardensport van Scalda Groen College in Goes heeft sinds kort een robotpaard. Een levensecht paard dat de leerlingen voorbereidt op het echte werk. Je kan er eigenlijk alles mee. Je kan er iemand op zetten die niet kan rijden en die kan er heel rustig aan op beginnen. Want er zitten allerlei verschillende programma's op. En bij paardrijden denk je nog wel eens van nou, even stappen en even iets anders doen. Maar dit is echt gewoon constant concentreren op één ding. Ja, ik vind het wel bijzonder. Het lijkt een soort echt, zo'n mechanische stier lijkt het een beetje. Nee, ik vind het heel bizar. Ja, toch? En bedoel, wat is het verkeerd met een echtpaard om het te proberen? Ja, lijkt me dat. Vind ik toch altijd fijner. Gewoon lekker doorstappen en galopperen op een echtpaard. De hele video zul je te zien in onze app. Regisseur Editor Stal is een grote naam in de Nederlandse filmwereld. Bekend van onder meer Hufters en Hofdames, Rent a Friend, Vox Populi en de film die misschien wel de meeste harten veroverde, Simon. Ik ben homo. Nou ja, liever dan niet, vriend. Ik probeerde vorige week mijn jeep weg te koppen. Zo, is jij lijf nog? Ja, jij ook dus. Ja, nog wel, ik heb kanker. Als jij nou normaal was geweest, had je dan kids gewild? Dat bestaat niet, hè. Ja, werkelijk een prachtige film, Simon. Ik zit te kijken, maar ik zeg dat was iedereen nog jong. Ja, ja nog. Leuk, hè? Maar ik ja, zeg ja. Dat een van mijn favoriete Nederlandse speelfilms is al die tijd. Dat meen ik echt oprecht. Mooi verhaal, ik ben ook sowieso gek op Kees. Nee, ik ben gek op Kees ook. Dus bij mij is het echt, vind ik heel mooi. Kom je daar nog wel eens overheen met de nieuwe film, denk je?
Nou, net over dat het dat zal als het Clarence Seedorf-syndroom op je 18e de Champions League winnen. Dat zou een beetje jammer zijn. Ja, maar die zijn, heeft ook daarna nog een zoetje gewonnen. Dus, ja, dus. Ja, goed, ik hoop het. Maar het zijn elke keer weer andere films, weet je. Het is nooit. Je kan ze niet met elkaar vergelijken. Nee. Want als je nu naar Single 39 kijkt, je nieuwste film die morgen zeg maar in de bioscopen begint, je schreef het scenario. Mm-hmm. Waarvoor staat dat? Of waar staat het? Nou, laten we beginnen. Het is niet mijn film. Het is de film van Frank Krom. Ja, ik ben de scenarist. Ja, en scenarist. Idee van Arnie Blok heb ik. De scènes en de dialoog, het scenario geschreven. Ja, dat is een heel ander soort film. Het is echt een beetje een feel-good movie. En ik werd toen benaderd of ik het scenario wilde schrijven. En ik vond het een interessant verhaal. Omdat het is niet zomaar, zoals je bijvoorbeeld bij romantische comedies hebt, Boy Meets Girl. Maar dat is echt een soort gelaagdheid. Maar het is wel een feel-good movie. Het is een feel-good movie in de zin van het gaat over een hoogopgeleide vrouw die hartchirurg is. En die helemaal niet nagedacht heeft over kinderwens en dat soort dingen. Beneden haar komt een jongen te wonen, een kunstenaar, die ook een kinderwens heeft. Maar die is homo. Maar er ontstaat iets tussen die twee mensen, wat tussen vriendschap en verliefdheid in zit. En er zijn ook heel veel andere implicaties, daar moet je de film voor gaan zien. Laten we even een stukje kijken, voor het gevoel. Ja, het is wel vanwege deze man dat ik de komende week een keer of 3 van mijn stokje ga. Zodat hij me mond op mond kan reanimeren. Nou, zo kan hij wel weer. Hey, en hoe weet je dan zo snel dat hij het ook is? Homo's die vinden elkaar gewoon heel snel. Net als Lilliputters. Ja, als die een andere Lilliputter zien, is het meteen van... hey, jij ook. Heb ik ook met Surinamers. Ja, jij ook. Nou, heb jij zelf geen kinderen? Heb je wel eens over nagedacht? Of dat je in zo'n scenario zit en dat je denkt van... Nou, hoe zou ik dat eens doen? Ik had elke keer geconfronteerd met de situatie... dat ik dacht dat ik vader werd. En dan ga je ook meteen denken van, Jezus, van wat dan? Niet alleen de naam, maar ook gewoon dat het je leven verandert. Maar goed, dat was een van de dingen die mij aantrok aan het aanbod. Ik dacht, dat ga je ook een beetje in jezelf graven. Het is natuurlijk een soort raar oerding. En waarom zou je dat dan willen? Weet je? Is dat ijdelheid? Is dat narcisme? Of je oude dag? Wil je eerste liefdesring opnieuw creëren? Dat je... Maar is dat ook een beetje wel jouw ding, zeg maar? Dat in de scenario's die jij schrijft zit altijd wel iets heel herkenbaars. Of maatschappelijke thema's. De gewone dingen, zeg maar. Ja, ik hou heel erg van een beetje zedenschetsachtige films. Die echt op personages gebaseerde acteersfilms. Dus ik hou niet zoveel van plotfilms. Plotfilms zijn een beetje kinder. Maar wat ik dan typisch zou... Je bent zelf de regisseur. Je schrijft in het scenario van zo'n film. Is het niet vreselijk moeilijk om het dan los te laten als regisseur? Dat zou het zijn als het echt helemaal mijn concept en mijn idee was. Mm-hmm. Dat zou het misschien moeilijk zijn, maar ik ben gewoon ingehuurd om vakmatig om mijn passie en mijn artisticiteit over een idee heen te gooien. Ja. En dan lever ik het af bij iemand die het dan vorm gaat geven. En dat is logisch, dan ga je niet iemand voor de voeten lopen op de set. Nee, nog een stukje dan. En vanaf het moment dat mijn vader zei van... Nee, jongen, dat maakt niet uit. Want je broer is gewoon, dus die zorgt wel van nakomelingen. En toen had ik wel meteen in mijn kop van... en ik dan? Waarom mag ik geen mini-me? Ja. Ja, maandag was de première in het Tuschinski Theater. Ja. Hoe waren de reacties op de film? Ja, goed. En dat, kijk, is dat normaal altijd wel zo bij een première. Maar dit was echt... Ja, je voelt het ook. Of iets oprecht is. En wat mooi was, dat het erg over het thema ging achteraf. Weet je? En dan blijkt dat je toch iets geraakt hebt. Dat en de acteurs dan? De want je hebt niet de minste daar staan. Nou ja, ik vond het heel bijzonder. Ik heb ze natuurlijk niet geregisseerd. Maar ik wist dat Lies dat gespeeld. Lies is een hele goede vriendin van mij. En ze was met Mark van Uggelen, die overleden is. Dus we hebben ook een speciale band. Dus ik vond het bijzonder om voor haar iets te schrijven. Omdat ik goed ken, weet ik weet je, haar mimiek en haar timing en haar motoriek. Dus je weet dat je grappen of situaties... dan kan je dan gewoon effectiever naar haar toeschrijven. Ja. En dat was fijn om te doen. Ja. Vind ik ook mooi met Waldemar. Want Waldemar wordt toch altijd getypecast als de bad boy, de boxer. Ja, hij speelt dit echt subtiel. Hij speelt, ja, en nu als homo, ja, dat vind ik goed. Ja, helemaal top. Wat komt er nog meer aan voor jou? Kunnen we nog een productie verwachten? Ik heb een hele grote serie zeg maar, van het collectieve geheugen... de afgelopen tientallen jaren in Nederland. Van mensen met een verschillende... kom af in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag... verschillende etnische en sociale achtergronden.
over het Nederland van die periode. Dus alles komt voorbij, de hippietijd, de punktijd. Alleen, ja, de BNNVARA wil het heel graag maken. Er zit alleen... Ja, nu moet er een handtekening nog van de netmanager. Van de netmanager, ja. Nou, ik weet dat hij elke ochtend naar ons zit te kijken. Dus Frans Kleijn zorgt voor dat het geld even komt voor dit mooie project van Eddie ter Stel. Single 39 draait in elk geval vanaf morgen in de bioscoop. Elke week gaat René van social media platform Rumach speciaal voor ons de straat op om mensen op een pittige quote te laten reageren. En deze week is hij in Eindhoven. Ja, René, goedemorgen. Wat is jouw quote van vandaag? Goedemorgen, jongens. Dames. Nou, ik heb hem bij me en deze meneer gaat hem even voor me voorlezen. Nieuw prinsje in Engeland. Couldn't care less uit Europa, uit het hart. Boeit het jou nog wat? Ja, boeit het mij nog wat. Ik vind het leuk voor ze, maar ja. Meer niet? Daar houdt het me op. Is het belangrijk voor Nederland? Voor mij nu nog niet, maar ja. De royals. En de eerste beelden van het zoontje komen vandaag naar buiten. Ga je dat dan in de gaten houden? Nou ja, op Facebook komt dat wel voorbij. Dus dan kijk ik er was even naar. Je kijkt wel? Ja. Je vindt het allemaal wel prima? Ik vind het prima. Ik vind het leuk voor ze. Jij wil gewoon je school halen? Nou ja, ik wil je school halen, ja. Nou, dit is de mening van deze jongeman. Vanochtend ook wat mensen gevraagd. En aparte namen kwamen er naar voren. Nieuw prinsesje in Engeland. Couldn't care less. Uit Europa, uit het hart. Boeit het jou nog wat? Ja, dat is de vraag. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Nou ja, het is prima, maar het is niet dat ik daar heel veel mee bezig ben. Ik lees het en voor de rest vind ik dat leuk. Is het dan juist niet te belangrijk om het gewoon los te laten? Waarom wel? Het is een groot deel van Europa geweest die invloed gehad heeft, Engeland. Op de EU. En dat blijft nog steeds zo, denk ik. Ik denk dat Engeland toch een belangrijke handelspartner is en blijft voor Nederland. Dus ook voor de toekomst. Hoe gaat het kindje heet? Charles, denk ik. Charles. Nou ja, je gaat je kind nou een paard noemen. Dus, wat zeg je nou? Het kind is nou een paard genoemd. Is het zo? Ja. Is het naam al bekend? De naam is volgens mij al bekend. Het wordt nou een paard genoemd, ja. En wat is de naam? Ik weet niet precies, maar van Sussex volgens mij. Is dat niet de achternaam? Ja, volgens mij niet. Je hebt in ieder geval je beste wensen voor Meghan en Harry. Zeker weten. Veel geluk samen. In de tweede aflevering gaat Marcel met vier leuke dames op speeddate. Hij leert Jolanda, Rianne, Melissa en Wieke kennen. En Marcel moet bepalen met welke vlam hij de minste klik heeft. Want tijdens zijn eerste kentekenceremonie, mag hij namelijk slechts drie dames kiezen om op een echte date te gaan. Marcel, hoe gaat het? Er staan hier om de hoek vier vrouwen op jou te wachten. De blik in zijn ogen en de lach pakt me wel aan. Natuurlijk hoop ik dat er een klik is. Dat is hem. En jij gaat zometeen met ze op speeddate. Daarna moet je gaan kiezen, want je kan maar met drie vrouwen op date. Je ziet het in Truckers in Vlam. En steeds minder mensen laten hun kinderen vaccineren. En dat brengt grote gevaren met zich mee. In Barneveld is zelfs maar een kleine 70% van de bevolking ingeënt. Roel Maaldrink toog voor zijn internetserie Voxpop naar het dorp in de Bijbelbelt. Hoe kijk je dan aan tegen vaccinaties? Daar hou ik inderdaad niet van. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, als je het in laat enten, dan kun je de tyfus krijgen. Ja. En die hele discussie over het inenten, vindt u dat ook een beetje een pokkendiscussie? Waar moeten de mensen anders over praten? Ik hoor ze niet praten over de komst van de Messias. Dat zouden wij graag willen. Ja, ja. Mooi, hè? Ja. Goeie vragen. Nou, dit en meer vandaag op onze site. Het wordt een bewolkte dag met hier en daar wat regen en de temperatuur wordt ongeveer 14 graden. Nou, weer aan Willem vindt het ook wel fijn. Zo'n douche af en toe. Tim en Eddie, bedankt. Fijn dat jullie er waren. Geen dank. Ja. We zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow. To go.